Ewa Niffoos van de Ene Omhoog Hub. Mijn naam is Colin van de Baas. We zijn weer terug met een nieuwe zombies video. Ja, maar dit keer geen nazi-zombies. Dit keer heb ik Black Ops 4 opgestart. Die heb ik ooit een keer gekocht. Weet niet waarom, want ik speel eigenlijk bijna nooit meer Call of Duty. Nu wel. Ik heb net een aflevering opgenomen. Toen ging ik zoeken, toen kon ik de bestanden niet meer vinden. Vorige keer toen ben ik level 9 geworden, maar ik ben ook maar level 3 hier zo. Dus weet je, het kan nog alle kanten op, hè? Ja, ik heb dit dus één keer gedaan, deze map. En dat was net, een paar minuten geleden. Toen raakte ik heel erg in paniek, dat kan ik je wel vertellen. Maar dat maakt niet uit. Ja, volgende ronde, zoals ik al zei. Ja, dit is de Titanic volgens mij. Zo'n idee had ik. Want als je kijkt naar die beuzen daar zo. En hier zo naar die punt. Volgens mij is dit de Titanic. Maar ik weet het niet zeker. Anyhow. Volgende ronde, toen heb ik net iets te snel allerlei deuren opengegooid. Waardoor er opeens heel veel vampiers waren. En toen moest ik heel hard rennen. Ja, dat was heel irritant. Dus we gaan het nu even ietsje anders spelen. We gaan nu gewoon even rustig aan doen. Ik weet nu ook waar de mystery box zit. Dat is ook heel fijn. Kom dan, vampiers. Oh, het is helemaal daar ook. Jezus, maat. Oké. Toen heb ik dit wapen gekocht, volgens mij. Nee, deze heb ik niet gekocht. Ik heb eerst een deur opengemaakt, maar ik weet niet meer welke deur. Oh, hier is ook iets. Quick revive. Waarom zou ik dat doen? Ik ben in mijn eentje. Kappen. Even niet doen. Oh, dit is heel zonde van mijn kogels. Precies, dat zeg ik. Ik heb geen kogels meer. Oh boy. Ik moet nu die deur gaan openen, helaas. Want ik moet een ander wapen hebben. Volgens mij heb ik dat wapen vorige ronde gekocht. Nee, dit is een shotgun. Compleet shotgun. Oh god, waarom dat wapen? Dit was hem. Ja, dit was hem. Juist, deze was heel prettig. What do they mean, Mason? The numbers. Er is nog ergens een vampier. Oh, daar. Oké, we gaan een ronde draaien. Hey, gozer wijfie. Gewoon even lekker zombies schieten. Ik loop rondjes of niet? Ik loop de hele avond rondjes. Daar zag ik ook een eentje aankomen rennen. Dus op dat moment moet ik reloaden. Zie je altijd natuurlijk. Oh! Auw. Fuck. Ik moet echt beter leren omgaan met mijn kogels, dat weet ik wel. Ik ga nu wel een deur openen, want ik kom steeds dichter bij de mystery box. Want ik moet zo meteen even een nieuw avondje hebben, hè. Hier is hij volgens mij. Nee, hier is hij niet! Kut, is hier. Nee! Huh? Waar staat die mystery box? Fuck, die was hier toch ergens? Maat. Auw. Dat vind ik altijd heel fijn, als ze op een rijtje staan. Ik wil hem wel. Daar niet van. Als ze op een rijtje gaan staan, dat ik dan alleen maar gewoon mijn wapen hoef te richten. En alleen maar gewoon mijn trigger hoef in te houden. En dat ze gewoon allemaal sterven aan een zeer pijnlijke dood. Fuck jullie vampiers. Oh, deze heeft helemaal geen hoofd meer. Colin, speelt zombies. Colin, also in paniek omdat eentje geen hoofd meer heeft. Wat? Kijk, hier blaas ik even zo'n granaatwijn. Hey, doe eens even niet, joh. Kijk, dit is fijn. Dat betekent dat ze allemaal dood zijn. Oké, dan moet ik nu wel verder, ben ik bang. Ik weet alleen niet waar. Ik heb geen idee. Waar zit de deur? Waarom hoor ik zombies? Oh, waarom heb ik nou weer geen ammo? Godverdomme, alleen dit kutwapen. Hé, anders sla je mij niet. Dit was heel zonde van mijn granaat. Maar ja, wat is dit voor mooi ding? Stemmen up. Is dit allemaal? Zijn daar goden, joh? Ja, deze had ik net gekocht. Dit was heel fijn. Hier was ik heel blij mee met deze waffen. Hey, in hoeverre moet ik hun doorzeven met kogels voordat zij dood zijn? Moet ik zeg maar mijn halve fucking ammo erin steken voordat ze eenmaal gaan liggen? Lijkt wel vrouwen. Sorry, dit was een hele vrouwenvriendelijke grap, maar ik vond het wel heel leuk. Auw. Auw! Oh, jij bent heel snel. Oké. Ik weet niet waar ik de vorige ronde ben heen gegaan. Dus dat moeten we nu maar even ruiken of zo. Wat ik alleen niet weet, is wat dat ding onderin is. En wat dat ding rechts is in mijn scherm. Dus met mijn D-pad. Wat ik daar in hemelsnaam mee moet doen. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat er weer vampiers zijn. Ik ga gewoon even het indrukken.
Dit doet letterlijk niks. Waarom doet het niks? Oké. Moet ik me steken of zo? Oké, ja, ik vind het goed. Welkom bij Pool Simulator. Oh, dit ding is nu weer op opeens. Oké, maakt niet uit. Ik ben helemaal niet in paniek of zo. Het is alsof ik iets heel veel beters te doen heb of zo. Behalve fucking zombies te killen. Die opeens met heel veel man zijn. En oh, niet mij bijten, vriend. Nee! Kut! Oké, ik ben neer. Maar volgens mij kan ik wel dus gewoon blijven chillen. En dan ga ik opeens weer omhoog. Ik weet dat niet zeker. Ik hoop dat wel. Jazeker wel. Oké. Dit kan ik niet dichtmaken. Dat vind ik jammer. Maar er was hier net wel een deur. Oh, hier is een deur. Zo, daar. Oh, daar stond blijkbaar ook een vampier. Blijf even af. Auw. 100 doe eens op, man. Fucking zombies. Ik zou het ook echt niet leuk vinden. Als ik in een zombie-uitbraak zou komen. Je hebt niks aan me, denk ik. Ik denk echt dat ik gewoon ergens ga zitten janken de hele dag. Oké, wave nummer 8. Ik ben ietsje minder ver dan de vorige keer. Wat is dit voor ding? Instant activation. Headshots have a chance to instant kill. Wat doet dit? Ik weet niet wat dat doet. Maar ik wil eigenlijk wel verder nu. Ik ga gewoon een andere verdieping. We zien waar we uitkomen. Lalala, is hier een deur? Hier is geen deur. We gaan weer terug. Heel veel geschreeuw om me heen. Is niet... Oh, hallo, daar. Ik ga gewoon weer terug naar het dek. Goedjes. Oh, wacht eens even. Hier kon ik omhoog. En er zat ook een deur. En die heb ik toen geopend. Ja. Maar toen had ik die vanaf de andere kant geopend. Maakt niet heel veel uit. Maakt niet heel veel uit. Ik hoop niet dat ze van achter komen. Zou ik erg jammer vinden. Komen ze wel. En dan komen er meer vanaf beneden. No defeat is absoluut. Hallo zombies. Kijk, nu gaan jullie allemaal met de moeder in schieten, jong. Oh, dat klonk niet als iets wat ik wou. Hier is de mystery box, toch? Juist, dat is even een wapen. Weet je niet, maar ik ga hem wel nemen. Oh, het is een sniper ook. Jezus, dat wil je toch niet? Oh, dat wil ik helemaal niet. Wel een zieke trickshot, zeg ik heel eerlijk. De tijgerhaai. Weet je niet wat de tijgerhaai is? Ik vind dat wel mooi. Ik wil nu wel even weten wat het doel is. Want ik ben nu gewoon een beetje aan het rondlopen. Maar ik weet niet waar ik heen moet ofzo. Wat is het doel van dit spel? Dit is weer diezelfde piemel, maar... Oké, tijgerhaai is een krachtig ding. Maar wat de ervaring heeft geleerd in Call of Duty... is dat dit soort wapens, die dus echt fucking powerful zijn... dat die ook altijd 15 uur duren voordat die herladen zijn. Dus dat is niet echt wat je wil... Ik kan wel vaak schieten en zo, maar als je dan even wil herladen, dan ben je altijd echt heel lang bezig. En ze reageren gewoon heel traag. Nou, nu is natuurlijk, oh, het valt nog mee. Even al die muurtjes dichtmaken, yo. Oh, wat komt daar aan dan? Een eelvieze. Dit was massa-destructie, ouwe. Holy shit. Erg leuk. Laten we nog gewoon even een rustige wapen pakken. De Spitfire. Geen maar. Ik vind het allemaal best. Oké, level 10. Very nice. Nu wil ik echt verder komen, maar ik weet niet waarheen. Oh, ik had hier echt beter over na moeten denken. Ik weet niet waar ik heen moet. Dit is echt heel vet. Wat zijn die rode dingen? Acquired the Sentinel Artifact. Ja, ik ben een vrij sentimentele man, maar waar is de artifact dan? Staat het hier misschien? Nee, dit is waar ik ben. Oké. Nou, echt heel leuk. Oh, deze ziet er niet gezellig uit. Die was helemaal aan het vuur spuwen naar zo, hè? Ik weet niet waar ik heen moet. Waar de fuck moet ik heen? Wat is het idee? Wat is het IPP? Oh, auw, oké. Ik ben bang dat ik deze ronde niet ga overleven. Er zit hier wel een deur en die gaan we nu openen. Groetjes thuis. Daar kon ik omhoog. Dat weet ik nog uit de volgende ronde. En wat kan ik boven doen dan? Hier zit ook weer zo'n ding. Moet ik ook weer de sentimentele artefact openmaken. Maar ik weet niet waar dat is. Yo, maat. Waarom sta jij in de brand? Jammer. Wel 184 kills. Oh,
Ik wil echt weten waar dat sentimentele artefactje is. Ik weet niet waar. We gaan het vinden in de volgende aflevering. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op de Hub. En even een disclaimer. Ik heb deze video alleen opgenomen zodat ik weer terug op de banner word gezet. Fijne dag, tot ziens. Dag.